Niet meer met dit zootje. Dit heb geen nut meer. Nou, ik heb een half uur van tevoren de televisie uitgezet, ja. Waar ben je het meest van geschrokken gisteren? Van de mentaliteit. Nou, waar ik het meest aan heb geïrriteerd, dat zijn mensen zoals Bergwijn. Die dan eigenlijk alles doet om gewisseld te worden. Nee, die moet zeggen doodschamen. Zo'n, okay, we gaan het niet over salaris hebben, dat geeft Ajax allemaal zelf. Maar hij doet gewoon niks. Hij is natuurlijk naar Ajax gegaan. Die dacht, ik ga één seizoen even vlammen. Ik maak 30 goals en ik maak een transfer naar Real Madrid. Weet je wel, want dat zal zijn achterliggende gedachte zijn geweest. Ja, nu komt hij in deze bak stront terecht. Ja, dat had hij ook niet verwacht. En daar kan hij niet mee omgaan. En al helemaal niet als aanvoerder. Dat is de grootste grap van het seizoen dat hij aanvoerder is. Nou, ik zou zeggen het hele elftal eruit en de A1 opstellen. Want die gaan erg goed, hoor ik. Dus ik zou gewoon zeggen met jongeren gaan spelen. Want dit niet meer met dit zootje. Dit heb geen nut meer. Gelukkig is 6-0 gebleven, maar ja, het had ook 7-8-0 kunnen worden. Maar ik had ze van het veld afgehaald. Ik had gezegd, stop er maar mee. Want dit had geen nut meer. Het had ook geen nut meer. Maar je zag het al na 1 minuut. Dacht je, ik heb hem ook uitgezet op een gegeven moment. Ik denk dat het fout. Ja, ik wou het inderdaad vragen. Heb je overwogen om de tv uit te zetten? Ja, ik heb hem uitgezet. Ik ben gaan Netflixen. Ja, eigenlijk hadden ze iets van, kom, we gaan wat anders doen, ja. Want het heeft gewoon geen zin meer om te kijken. Nou, ik heb een half uur van tevoren de televisie uitgezet, ja. De schoonzoon is gaan verder kijken en die stuurde een appje naar boven af en toe. Ik lag boven. 5-0, 6-0. Toen hoorde ik 7-0. Ik denk, dat zat er niet. Dus mijn gabber gebeld. Ik zei, dit ken echt niet meer. Dus ja, het was verschrikkelijk. In Amsterdam noemen ze het Brani. Ja, daarbuiten noemen ze het misschien een beetje arrogantie. Maar is dat niet een bepaald gedrag waar voorlopig even afscheid van moet worden genomen? Nee, we moeten arrogant blijven. We moeten arrogant blijven en we moeten bluffen. En wij zijn de beste. Dat moet blijven. Want daar is Ajax groot mee geworden. Gooi dat alsjeblieft niet overboord. Als je de prijzenkast van Ajax ziet of van Feyenoord, dat is toch wel een klein verschilletje, meestal, mag ik wel zeggen. Ajax is gewoon een nationale grootheid all over the world. En Cruijff heeft het heel groot gemaakt met zijn voetbaltalenten. En daar moeten we trots op zijn. Nou, dat wil ik niet eens meer horen, maar dat woorden zijn gedaan. Litouwers op Zodemitra Latti, maar lekker dat nummer zingen. Wij zijn de beste.